Meerdere Dordtse ondernemers die vaartochten verzorgen, hebben de handen ineengeslagen en organiseren nu gezamenlijk de avondvaarten tijdens de Dordtse decemberdagen. De schippers hebben hun handen ineengeslagen? Ja, Cyril Barone, Jaapie Vens, Dordtevaar en ik met de Dede Cornelis. En we zijn heerlijk aan het varen in de avond met de verlichting in de stad. En, ja. Het is fabuleus, fantastisch. Ja. Vanaf de steiger in de Wijnhaven vertrekken de schepen ieder weekend vanaf 4:30 om een 3 kwartier durende vaartocht te maken door de Dordtse havens die tijdens de Dordtse decemberdagen extra verlicht zijn. Hoe bevalt dat zo in het donker varen? Nou, dat is echt een belevenis, zelfs voor ons ook hoor, want in de donker ziet de stad er totaal anders uit. En al die verlichtingen en die fantastische dingen op het stadhuis en de grapjes in de voorstadshaven die gemaakt zijn met hermelijntjes en met salamanders die tegen huizen opkruipen in het licht. Het is werkelijk fabuleus. Rondvaartbedrijven spreken over een waar succes. Het is voor het eerst dat we het doen en het is nagenoeg uitgekocht allemaal. Dus ja, het is, slaat dat goed aan? Het slaat fantastisch aan. De mensen vinden het leuk, zelfs met deze regen op het ogenblik. Ja. De mensen vinden het leuk. En het zijn niet alleen oudjes hè, die meevaren? Nee, ik heb net een boot met jonge meiden gehad. En oud en jong vinden het leuk. De avondvaartochten vinden plaats tot en met 3 januari 2021 en kosten €7,50 per persoon en voor kinderen onder de 12 jaar €5. Donderdag in ons programma Eilandleven ziet u een uitgebreide reportage over de avondvaartochten. Op Dordt!